Hallo en welkom bij de eerste aflevering van de aftrap in het jaar 2020. En meteen maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen de beste wensen toe te wensen in dit jaar. We hebben twee fantastische gasten en we hebben een tafelheer, zo heet dat tegenwoordig. Ik heb een item met Mickey van der Ven en er komt de trainer van FC Volendam, Wim Jonk, ook nog in voor. En als muzikale afsluiting hebben we Harme Veerman en Jordi Tuyp. We gaan beginnen. Hallo en nogmaals welkom bij de eerste aflevering van de aftrap in 2020. Ik heb twee geweldige gasten. Allereerst aan mijn linkerhand Kelly Zeeman, voetbalster van Ajax en international. Daarnaast zit Piet Kemper, de opvolger van Henk Kras, sinds een half jaar bij FC Volendam. En als tafelheer heb ik Nick Tol, terug van weg geweest. Nick, een wereldreis gemaakt, 6,5 maand. Ja, klopt, en wanneer ga je die ervatten, die wereldreis? We gaan volgende maand weer weg, voor een jaar. Nee, het is nu wel even klaar. Ja. Dus we hebben het gewoon opengelaten. En na 6,5 maand hadden we het wel weer gezien. Ja. Dus nu gaan we volop aan het werk. En wat heb je allemaal gezien in die 6,5 maand? Nou, we zijn begonnen in Australië en daarna hebben we een deel Azië gedaan. Toen zijn we overgevlogen naar Amerika. Toen ben ik nu nog 2 weken aan het werk geweest. Toen zijn we nog naar Mexico en Peru geweest. En daarna weer terug naar Nederland voor kermis. Oké, dus een wereldreiziger aan tafel. Ja, zeker. Zeker. Hey, en Telegraaf, je bent freelance, nu weer aangenomen toch? Ja, klopt. Ja. Ik werk gewoon weer als sportjournalist. Dus, ja. Maar tijdens je reis heb je ook af en toe een interview ja, gemaakt, klopt. Toch? Gewoon een paar verhalen gemaakt, ook voor de Telegraaf. Ja. Ja. Dus ik ben in Amerika vooral veel gereisd. En Frank de Boer nog geweest, onder andere. Ja. Rooney, Zlatan. En toen ben ik nog bij Vincent Janssen geweest in Mexico. Okay. Dus dat is wel leuk om te doen in de tussentijd. Ja. Ja. Hey, en docu's, daar ben je ook mee bezig? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Voor de lokale omroep zijn we nu bezig met 4 uitzendingen. En daarbij is dan het doel om echt documenten met eeuwigheidswaarde te maken voor Volendam dan. Dus we zijn met je broer Arnold in Ipswich geweest. Ja. En met Kivo in Kosovo geweest, waar ze aan het groeien zijn. En samen met Kras ook. Ja. Dus en die andere twee houden we nog even geheim. Oké, en wanneer wordt dat uitgezonden? Ik verwacht ergens rond maart. Ja. Okay. Dus de eerste aflevering. Ja, dus je hebt zat te doen? Ja, zeker. Gaat de goede kant op. Ja. Nou, in ieder geval leuk dat jullie er alle drie zijn. Ik wil beginnen met Kelly. Kelly, een moeilijke tijd achter de rug wat betreft je voetballoopbaan. Ja. Je bent geblesseerd geraakt. Ja. En dat was in oktober tijdens de training van Ajax. Ja, vorig jaar. En toen dat jaar ervoor dus, ja. Voor dat jaar ervoor. Krap een jaar ben je eruit geweest. Ja. Ja, dat lijkt me lastig. Ja, dat was het zeker, want alles liep eigenlijk een beetje op rolletjes. Ik was vast international en basisspeler bij Ajax. En dan gebeurt zoiets. Komt denk ik nooit op een goed moment. Maar zeker met het WK voor de deur en grote Champions League wedstrijden, want we speelden toen Champions League. Ja, dat viel in één keer allemaal weg. Ja, en wat had je precies? Ja, ik scheurde gewoon echt mijn kruisband af. Bij een duel? Nee, ik verstapte me. Ja, als je het terug ziet, dan denk je, het is 1 seconde en dan gooi je daar eigenlijk een jaar mee weg. Mm. Dus als dat gebeurt, weet je ook meteen, het gaat een jaar duren. Dus daar kan je wel op instellen. Dus dat is drama. Maar ja, aan de ene kant heb ik er ook wel heel veel van geleerd, van zo'n blessure. Mm. Mentaal en fysiek vooral. Om er nu negatief op terug te kijken, dat kan ik niet helemaal zeggen, want ik heb er ook echt heel veel aan gehad. Ja, maar ze zeggen ook wel eens dat als je een blessure hebt, een langdurige blessure, dat je er ook sterker uit vandaan komt. Ervaar jij dat ook zo of kun je dat nog niet zeggen? Ja, ik ben nog niet helemaal terug op mijn oude niveau, maar fysiek ben ik sowieso veel sterker en mentaal ook. Je hebt echt een olifantenhuid, krijg je in zo'n periode. En als topsporter is dit natuurlijk iets wat je echt niet mee wil maken natuurlijk. Hmm. Maar aan de ene kant ben ik wel blij dat ik het toch heb meegemaakt. Hmm. Waarom dan? Je komt jezelf tegen en het is allemaal roze geur en maanschijn, maar dan niet. Dus je denkt altijd dat je heel hard werkt voor je sport, maar als ik nu terugkijk, denk ik dat ik er niet alles aan deed op dat moment. Nee, zoals had dat dan beter gekund?
Nou, je leeft natuurlijk wel als een topsporter, maar ik heb nu echt gemerkt wat echt hard werken is. Mm-hmm. Dus, en dat blijf ik nu ook doen. En zo, ja, je wil niet naar anderen kijken, maar je ziet nu wel dat veel de kantjes er gewoon van aflopen. Ja? Ja. Dus dat ga je nu anders doen? Nou ja, daar trek ik hun ook in mee. Tenminste, mijn medespeelsters. Mm-hmm. En ja, en of ze er iets mee doen, moeten zij weten. Maar kijk, ik wil ieder jaar kampioen worden en prijzen winnen. En ik wil ook graag dat de rest dat ook wil. Dat hoop ik wel natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik wil er alles uithalen, ook met hun. Niet alleen ik zelf natuurlijk, maar we zijn natuurlijk een team. Dus iedereen moet keihard zijn best doen. Wil je in de basis staan of wil je prijzen winnen? Ja, precies. Krijg je ook mentale begeleiding in zo'n traject? Bij het Nederlands elftal was er iemand die, dat was gewoon een job en die was bij het team. Dus daar viel ik weg, dus daar had ik niks meer mee te maken. En bij Ajax heb ik zelf iemand opgezocht die mij daar een beetje bij hielp. Vooral in de beginfase, toen ik alles nog eng vond, mm-hmm, op het veld, zeg maar. En daar heb ik wel wat aan gehad. Dat had ik... Ik altijd gevoeld dat ik dat nodig had. En ik wilde wel iemand die niks met sport te maken had. Okay. Want je zit constant in zo'n bubbel met sport en voetbal, alles. Dus ik had dat wel even nodig op dat moment. Ja. Dus dan vertel je gewoon je verhaal en dan krijg je handvatten en zo. Ja, dat meer eigenlijk. En na drie keer daar geweest zei ik ook, het stopt nu, want ik heb nu gewoon... Ik heb er veel van opgestoken en nu kan ik het zelf weer. Mm-hmm. En ben je ook helemaal weer fit? Ja, nu? Ja. Ja, eigenlijk aan het begin van dit seizoen al. Nou ja, niet fit, maar toen mocht ik weer minuten maken en duels. Maar dan merk je toch echt wel dat je een hele grote achterstand hebt. En ik heb in augustus dus voor het eerst weer minuten gemaakt. En dan sta je gewoon eigenlijk nog 10-0 achter. Dat gevoel heb je ook. En dan als je voor het eerst weer 90 speelt, had ik het gevoel, nou, nu ben ik er. Dus ik kan weer, zeg maar. Maar zo werkt het gewoon niet. Je moet heel vaak 90 minuten spelen, wil je weer kleine stapjes omhoog maken. En nu heb ik eigenlijk voor het eerst, nu na de winterstop gehad, van ik ben nu gewoon weer net als de rest. En we beginnen nu gewoon op nul. En ik moet mijn plaatsje gewoon weer terug vechten. En ben je dan niet in je achterhoofd bang voor je knie? Als je dan weer volledig meetraint en wedstrijden speelt? Nou, dat had je in het begin wel. Ja. Maar ik heb nu alweer zoveel trappen gehad en ik lig zo vaak te rollen. Dus, ja. Ja. Dan kan er van alles gebeuren, maar nu zit niet meer die angst erin. Want ik kom zelf ook als een blinde in af en toe. Ja. Dus, Nou, gelukkig maar toch, dat alles weer goed is. Ja. Hey, Piet, vrouwenvoetbal, heb je Volendam daar nooit aan gedacht? FC Volendam? Niet. Dat is in ieder geval nog niet de revue gepasseerd. Nee. Laat ik het daarover hebben. Maar zou dat niet... De RKV die doet het op dit moment natuurlijk volop. Ja. Dus dat kader, dat we gaan samenwerken met de RKV, kan het misschien ooit eens keer wel wat worden. Maar het is nog niet op de agenda gezet in ieder geval. Oké. Nee. Maar dat de RKV doet, dat is natuurlijk ook al een goede zaak. Ja, klopt. Ja. Absoluut. Dat doen ze heel goed. Het neemt ook een vlucht, hè? Ja. Al een paar jaar. Ja. Dus wat dat betreft heb ik echt... misschien kan het niet uitblijven. Nee. Kelly en het WK in Frankrijk. Hoe heb je dat dan beleefd? Heb je wel alles gekeken van het Nederlands elftal? Ik was ook op vakantie in een land waar de tijd niet helemaal mee zat. Dus, okay. Maar ik ben naar de openingswedstrijd geweest. Want ik weet nog, het gebeurde, weet je wel. En toen waren er meteen weer belangrijke wedstrijden met het Nederlands elftal. Ze moesten zich plaatsen nog toen. En dat vond ik wel lastig. Dus ik heb die wedstrijd ook niet gekeken op tv. Maar daarna, dan denk je, ik kan toch ook gewoon kijken. Dus toen ben ik gewoon weer gaan kijken en toen had ik al de twee teamgenoten gezegd, nou ja, weet je, dan gaan wij samen met jou gewoon naar Frankrijk toe. Ja. Dus we waren naar de openingswedstrijd geweest en dan zit je daar gewoon, dan heb je wel het gevoel nog dat het ons is als je daar bent. Ja. Ja. En toen heb ik gelijk geprobeerd te regelen, want ik ging die dag erna op vakantie om, toen ik terugkwam, meteen weer, want toen waren ze door naar de volgende ronde, naar de kwartfinale volgens mij. Dus toen ben ik weer heen geweest en toen ben ik ook even naar het spelershotel gegaan. Leuk. Dus dat is, je ziet dat toch een beetje op een rare manier, maar je bent er dan echt voor hun, weet je. Ja.
gewoon. Nou ja, wie weet kom je er toch weer bij, toch? Als je direct weer alles speelt. Dan, dat hoop ik wel. En je speelt bij Ajax natuurlijk, dus dan kon je ook, ben je ook sneller in beeld, lijkt mij. Ja, nou, ja, je moet bij elke ploeg kan je laten zien. Ja, het is toch, dat is ook bij de mannen is dat zo, dan sta je toch meer in de pitcher. Ja, dat klopt. Dus, heb je wel contact met de bondscoach in de tussentijd? Ja, die heeft af en toe wel eens gebeld hoe het ging. En ik zie er vaak dan bij Ajax, als ik kwam kijken toen ik nog niet op de bank zat. Mm-hmm. Dus dan zag ik er vaak. Maar je hebt dus af en toe wel contact. Ja, en dan gaat het dan ook nog over de Olympische Spelen, want die zitten er natuurlijk aan te komen. Over een paar maanden. Ja, nou ja, dan zijn het meer gesprekken van, gefeliciteerd tot we, of jullie we, het gehaald hebben. Niet echt inhoudelijk of zo. Nee. Maar je hoopt daar nog wel op, lijkt me. Ja, dat is nog wel een doel, ja. Jullie hebben nu ook een nieuwe trainer, Danny Schenkel. Wat is dat eigenlijk voor een trainer ten opzichte van die vorige trainer? Danny die heeft natuurlijk zelf hoog gevoetbald. Dus dat is een groot verschil. Dat is daar onder andere toch? Ja, Sparta. Ja. En Willem II. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het wel. Kun jij dat niet weten? Jouw tijd, hè? Mijn tijd. Vorige generatie. Ja, jaren 40. Zeg maar. En het grootste verschil is eigenlijk dat Danny heel rustig is. Oké. Okay. Ja. Hey, en PSV staat bovenaan. En heeft dat te maken met jouw blessure? Dat PSV bovenaan staat en Ajax niet? Dat wil ik niet zeggen. Nee, dat lag wel volledig aan onszelf in ieder geval. Want normaal zijn wij altijd de beste. Ik denk nog steeds dat we dat zijn. Maar vorig jaar in de zomer, dus niet afgelopen, maar die ervoor, toen gingen eigenlijk heel veel goede spelers weg. Terwijl we toen echt aan het bouwen waren aan een... En dat was wel jammer, want dan moet je opeens met een heel nieuw team beginnen. Want ik weet nog een keer dat ik stond in de basis en er stonden 10 nieuwe om mij heen. Dat is best wel vreemd. Ja. Nou ja, dat duurt gewoon een jaar voordat dat staat. Als je echt 10 nieuwe hebt. Ja. Als basis, zeg maar. En toen viel ik weg. Dus dan is een beetje dat de Ajax... Kern? Ja, die is er dan niet. Nee. Want de hele as was in ieder geval weg en dat is toch wel heel belangrijk. Ja. Dus ze hebben dat anders moeten oppakken. Dus we zijn toen 5-3-2 gaan spelen, wat totaal niet Ajax is. Maar dat moest op dat moment. En dit jaar is Danny er dus nu. Dus we spelen nu gewoon weer 4-3-3. Maar het is nog steeds wel zoeken. Okay. Ook omdat we nu weer een nieuwe trainer hebben. Dus dat heeft ook weer tijd nodig. Ja. Dus ik denk, nu na de winterstop... dat we nu beter kunnen beginnen, zeg maar, dan vlak na de zomer. Hey, en hoe zie jij jouw toekomst? Ik moet gewoon zo snel mogelijk mijn plekje terug... Maar als je verder kijkt? Ik denk dat ik nog wel... Ik denk nog misschien wel dat ik mijn hele carrière bij Ajax kan blijven. Oké, dus je hebt het naar je zin? Ja. Trekt het buitenland niet dan? Dat was eerst wel een... Een droom, maar toen raakte ik eigenlijk geblesseerd en ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik wil in ieder geval eerst weer met Ajax prijzen winnen. Oké, we gaan straks verder met Piet, maar we gaan eerst even kijken naar de revelatie van dit seizoen, Mickey van der Ven. En ik vroeg allereerst aan Wim Jonk wat hij eigenlijk vindt van de ontwikkeling van Mickey van der Ven. Trainer. Mickey van der Ven, daar wil ik het even met je over hebben. Dat is volgens mij de revelatie van dit seizoen. Hoe is dat zo ontstaan en hoe kijk jij er eigenlijk naar? De ontwikkeling van hem? Nou, die ontwikkeling is natuurlijk wel spectaculair te noemen. Als je ziet dat iemand die natuurlijk gewoon eigenlijk in de A1 speelde. En die we toch vervroegd hebben doorgeschoven naar Jong. En het daar al ontzettend goed deed en heel makkelijk. En dan zag je gewoon een speler die nog veel meer in zijn mars had. Ja, die hebben we toen ook op het goede moment gebracht. Mickey van der Ven, de revelatie van dit seizoen, vind ik. En met mij nog veel meer mensen. Waar kom jij eigenlijk vandaan voor de mensen die dat niet weten? Ja, ik kom van WSV 30 uit Wormer. Ja, een klein clubje, maar daar ben ik een beetje vandaan gekomen, ja. En door wie werd jij eigenlijk gescout om hier bij Volendam te komen? En op welke leeftijd was dat? Door wie ik gescout werd, dat weet ik echt niet meer. Ik weet wel dat ik hier toen werd gevraagd om stage te lopen. Dat was een training met meerdere jongens.
Dat was bij de RKV op het Hoofdveld. Toen werd ik die avond werd ik er meteen uitgepikt en moest ik de volgende dag hier op gesprek komen. En volgens mij was ik toen 11 of 12 jaar. Had je dat verwacht, dat je het zo snel zou oppikken? Nee, zeker niet. Het was natuurlijk al een hele stap dat ik door mocht naar jong. In verband met dat ik nog in onder 19 mag spelen. En mijn doel was eigenlijk om na de winst op misschien een keer mee te mogen trainen. Of misschien een keer op de bank te mogen zitten. Dus ik had echt niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Qua tegenstanders, heb je een tegenstander gehad dit seizoen waarvan je denkt van, nou, toen moest ik het best wel aantrekken. De eerste wedstrijd denk ik dat ik basis startte bij Go Ahead Eagles. Dat vond ik wel een hele zware wedstrijd, moet ik zeggen. Toen zat ik er ook wel na 90 minuten goed doorheen. En toen heb ik het hele weekend op bed gelegen, want ik zat er echt goed doorheen. Maar elke tegenstander is gewoon zwaar. Vergeleken met het niveau waar je vandaan komt, is de Jupiler League wel echt een hoog niveau. Maar ik denk dat ik daar nu prima kan meedraaien. Hey, wat zijn nou jouw punten? Want je goede punten, dat kennen we wel. Dat zei Wim net ook. En die had het ook over je verbeterpunten. Wat is dat voor jouzelf? De punten waar je aan moet werken? Ik denk het ruimte in de rug bespelen. Het team mee aansluiten. Maar aanvallend koppen kan beter. Meer oorlog voor de goal. Dus dat is gewoon echt het knikken en de timing, zeg maar. En mijn lenigheid, dat is ook wel een dingetje. En wat doe je daaraan? Ja, aanvallend koppen, dat doen we met Sipke. Werken we daar veel aan. En dat lenigheid, dat is gewoon voor de training, zeg maar. En daar helpen Freek en Frank me ook heel goed mee. Dus we trainen er eigenlijk elke week op. Ben je bang dat je hem misschien wel kwijt gaat raken? Ja, maar ja, dat geldt voor meerdere spelers. Op het moment dat je het goed doet als team, als club, ja, dan komen mensen kijken. Want dat zit ergens in. En dan gaan ze toch jou, zeker in die competitie waarin we spelen. Er zitten natuurlijk vaak interessante jongens tussen. Nou ja, Mickey is er één van. En ik weet zeker dat hij wel opvalt voor heel veel clubs. Wat gaat eigenlijk voor jou de toekomst brengen, denk je? Sta je open voor eventueel, en wij willen je hier niet weg hebben, hoor, laat ik dat voorop stellen. Maar goed, zo werkt dat in de voetballerij, dat de clubs komen. En wat is jouw droom? Ja, mijn droom is natuurlijk om uiteindelijk Champions League te voetballen. Dat is natuurlijk het mooiste. Dus dan wordt het AZ of Ajax? Nee, dat weet ik niet, Dat is over het algemeen, mijn hele carrière. Wat mijn volgende stap is, dat weet ik niet. Ik probeer me nu gewoon verder te ontwikkelen bij Volendam en ik zie wel eigenlijk wat er gaat gebeuren. Ik wens jou erg veel succes en wij genieten in ieder geval van jou. Goed, dat was Mickey van der Ven, een groot talent van FC Volendam. Piet, Volendam heeft goud in handen. Zo lijkt het wel, ja, inderdaad. Als hij zich zo blijft ontwikkelen. Dat is niet verkeerd voor Volendam, zeker niet. Nee. En jullie hebben ook heel blij mee. Jullie hebben ook zijn contract verlengd. Ja. Een aantal maanden geleden. Klopt. Ja, dat is geen slechte zet geweest volgens mij. Daar waren we vrij snel achter. Ja. Dus we hebben wel geen kijk op voetbal, maar dat konden wij zelfs zien. Dat we daar tot we maar moesten ingrijpen. Ja, want er zitten ook vaak scouts op de tribune voor hem. Ja. Ja, dat geeft ook wel aan dat hij wel wordt gevolgd in ieder geval. Ja, absoluut. En dat weten we ook. Maar meer als een contract verlengen kan natuurlijk niet doen. En voor ons is het nu achteroverleunen en afwachten. Ja. En hem uiteraard proberen toch wel iets langer aan FC Volendam proberen te houden als ja. Wat menigeen denkt. Waar denken jullie dan aan qua bedrag? Ja, bedragen ga ik niet over. Nee? Gelukkig niet. Gaat het dus niet af en toe over de koffietafel dan? Ja, maar dat is speculatief. En dat is niet iets wat je voor de camera's moet vertellen. Maar dat is, de technische mannen die weten dat. Die peilen dat. En die komen wel met bedragen op het moment dat het speelt. Maar het speelt op dit moment trouwens nog niet zo. Dus, we weten wel dat er heel veel schouders zitten. En tot er interesse is. Maar daar word je toch wel bij betrokken, Piet? Later. Maar in het begin, ik hou meer van feiten. Ja. Dus dat speculatieve gedoe, dat is niet aan mij besteed. Nee, het moet eens zeker zijn, dan word jij ingelicht. Zeg. Dat klopt. Ja. Een miljoen of twee moet wel lukken, toch? Dat zou ik niet weten. Maar goed, Piet. Ik hoop het. Ja, dat is mooi. Een half jaar geleden heb je één kras opgevolgd. Ja. En dat was geen makkelijke taak, lijkt me dat. Nee. Ik heb toch wat neergezet hier in Volendam. Hoe heb jij het eerste half jaar ervaren? Met je voorzitterschap? Intensief, dat is een ding zeker is. We hebben natuurlijk eerst
Ik weet behalve net zoveel van jou als voetballer als ik, dat ik was supporter. Dus dat was best wel een onbezwaai. Best wel veel van voetbal. Dat klopt. Jawel, ja, jawel. En ja, dan komt er best wel wat kijken om zo'n, de ins en outs van de BVO te leren. Dus van omgaan met supporters, dat dan veiligheid, tot dan politie, overal moet je wat van weten. Ja. Dus dat was best wel intensief. Wel leuk, want iets nieuws leren vind ik altijd leuk. En het gaat zeker zoals het de afgelopen weken gaat het gewoon in een flow. Dus dan zit je bijna als bestuurder zijn, ook bijna op een roze wolk. Ja. Dus dan draai je natuurlijk, zeker ten opzichte van zo'n seizoen als het afgelopen jaar, ja, dan hoor je natuurlijk wat dat betreft ten opzichte van de cijfers alleen maar plusjes. Ja. Dus dat is voor ons niet verkeerd natuurlijk. Nee, maar wat is nou jou eigenlijk het meeste tegengevallen dit half jaar? Dat je dacht bij jij van, jeetje, ben ik hierin gestapt? Of heb je dat nooit gedacht? Nee, dat nog niet. Nog niet. Want het was toch voor jou een nieuwe wereld? Ja, maar daar heb ik mij ook wel op ingesteld. Tot ik eerst moet gaan leren en dan evalueren. Ja. En dan kan het niet na 3 maanden al tegenvallen. Want dan weet je in principe nog bijna niets. Nee. Dus je bent nog steeds lerende. Maar nu heb je wel al heel veel dingen die de revue gepasseerd hebben. Waar je denkt van oké, dat werkt zo. En oké, dat gaat dus zo. En daar leer je van. En daar heb ik nog niet op dit moment iets van. Dat is me tegengevallen of zo. Dat is, wat ik wel. Het enige wat ik niet van tevoren had gedacht. Dat veiligheid zo'n issue zou zijn bij de voetbal. Dat is wel, dat is wel iets wat ik dacht. Nou, dat wordt wel heel streng bekeken. Bijvoorbeeld inderdaad qua vuurwerk of qua veiligheid. Stadion verboden nu in ene. Dus dat gaat best wel streng tussen aanhalingstekens. Ja. Hoeveel uur ben je daar dan zo mee bezig in de week? Dat verschilt. Het is wel veel meer als ze van mij van tevoren hadden voorgesteld dat het zou zijn. Mm-hmm. Wat was dat dan? Dus hetgeen wat het zou zijn, dat zou 4 tot 6 uur zijn. Maar dat is de afgelopen week voor het eerst gelukt. Toen was ik op windsport. Oké. Okay. Dus dat is het niet. Nee, maar je had mezelf ook wel ingecalculeerd waarschijnlijk, dat het meer zou worden? Jawel, daar heb je wel rekening mee gehouden, dat klopt. Dus... maar het wordt wel zag je zo minder. In het begin natuurlijk veel meer. Ja. Dus dan besteed je echt heel veel tijd aan omdat je gewoon wil, zo snel mogelijk het wil leren. En nu gaat zag je zo, krijg je dat steeds beter in je vingers. En weet je ook waar je moet zijn. En hoe de lijntjes lopen. Dus dat gaat gewoon veel sneller en vlotter nu. Misschien een gekke vraag, maar heb je nou ook nog met Henk Kras contact daarover? De eerste 3 maanden hadden we met Henk elke week contact. Intensief contact. Mm-hmm. En nu heb ik met Henk contact. Als ik iets niet weet, dan bel ik hem op. En dan hebben we gewoon heel goed contact, vind ik ook prima. Ja. Laatst ook gewoon met hoe zou jij omgaan inderdaad met zo'n stadion. De Hek zei dat is jullie wel bekend. Nou, hadden we daar een issue mee. En dan neem ik contact met Henk van hoe zou jij dat aanpakken? En hoe pakken jullie dat eigenlijk aan, die Hek zei? Prima. Er was sprake van, hè, dat jullie een staantribune zouden creëren voor hun. Maar klopt. Gaat dat door? Of nee, dat is helaas is dat niet doorgaan. Dat is ook een van de aspecten waar je dan even op verkijkt. Dus dat is in het begin van het seizoen zeg je van nou prima, dan komt er dan zo'n staantribune. En dan is het van wacht even, dat gaat zomaar niet. Zo'n staantribune, dat moet voldoen aan allerlei eisen. Dus dan moet je een betonmeting gaan doen, want dan gaan ze staan en pas van zitten. En voordat iemand dat kan doen, dat duurt dan een aantal weken. En dan gaat ook wat het stadion is van de gemeente. Dus dan moet je overleg plegen met de gemeente, of die dat wel voor is. Dan komt daarna nog eens een keer de KNVB langs. Van, wacht even, zo simpel, zo werkt dat niet met zo'n staantribune. Dat moet nu safe standing worden. Dus en dat moet voldoen aan allerlei eisen. Ik zeg, ga ik alweer zuchten. Dan ga je kijken dus wat zo'n safe standing kost. Dat keer het aantal wat je nodig hebt. Ja. Denk je, even 3 keer slikken, waar je dan op uitkomt. Dus dat heb ik voorgelegd aan de Exide-maffia ook. En die zeiden, maar dat is veel te veel geld. Dat kunnen we veel beter ook stoppen in de speelsgroep. En dat was ik ook van mening. Ja. Dus we hebben een andere oplossing voor hun bedacht. Dat hebben we ook keurig uitgelegd in de avond. Dus we proberen zo open en transparant te zijn, ook naar hen toe. Ja. Iedere thuiswedstrijd, dan gaan er gewoon 2, 3 bestuursleden gaan ook naar aan de dijk waar ze zitten. Meestal vraag ik of ze vuurwerk bij zich hebben en dat hebben ze dan niet.
totdat ik natuurlijk aan de hoofd kan gaan zitten. En dan hebben ze het wel. Ja. Dus dat is bijna lachen ze me uit op het moment dat ik weer kom. Maar ik kan het hebben wat dat betreft. Het zijn gewoon leuke, toch wel leuke gasten. Ja. Dus dat markeert niks. Dat zijn gewoon supporters die gewoon Volendam steunen door dik en dun. Ja. En dat zijn er nu een beetje veel geworden. Ja. Ja, we hebben ze wel in die avond aan hun verstand weten te brengen. Ja, tot je toch niet aan het hek mag staan. Ja. Want tot de grensrechter zich toch wel een beetje bedreigd voelt, geïntimideerd. Die wordt soms met bier gekogeld. En het is lastig voetballen als één grensrechter zeg maar, niet meer wil staan aan die kant. Dus dan gaat het gewoon niet door. Dat wordt hem niet volgens mij. Nee, dus dat hebben ze op die manier ook gezegd. En toen toonde ze er ook wel een begrip voor. Dat ze hier wel komen om voetbal te kijken. Hey, en als je nou bijvoorbeeld zo'n situatie zou creëren op de P-Muren-tribune, dan zit je ook aan hetzelfde protocol vast. Precies hetzelfde. Ja. Ja, maar nou, misschien een gekke vraag hoor, maar waarom zitten die jongens nou eigenlijk niet op de P-Muren-tribune? Ja, die kun je beter stellen aan hun. Dat vraag ik mij ook af. Want dat is natuurlijk gewoon in onze ogen ook de beste plek. Want dat was het altijd al. Ja. En achter het doel, dan speel je naar een doel toe. Ja. Absoluut. Dat zie je vaker hè, bij clubs. Ja. Ze hebben wel beter zicht nu, toch? Ik weet het niet. Is het zo? Nou ja, als je in het midden van tenminste kijk, nu zitten in de middenlijn. De meeste reden is natuurlijk gewoon dat ze dat café aan de dijk hebben ze natuurlijk gewoon daar zelf mogen aankleden. Ja. En dan daar zitten ze heel dichtbij. Ja. Dus dan daar kunnen ze heel snel dan bij de consumpties, om het maar zo netjes omschrijven. Ja. Hey, en ik heb Wim Jonker ook wel eens horen zeggen over kunstgras. Ja. Wim is geen voorstander van kunstgras. Nee. Er zijn er volgens mij wel meer van, maar er zijn ook erg veel voorstanders van. Zitten jullie daar ook wel eens over te brainstormen om weer naar natuurgras terug te gaan? Het is zelfs zo dat wij een commissie hebben ingesteld om te kijken wat de haalbaarheid is. Om te kijken wat de volgende moet zijn, kunstgras, hybride gras of echtgras. Dus we hebben echt serieus naar laten kijken. Ja. En krijg ik het grasdossier zaterdagmorgen. Wat de uitkomst is, hoe we dat moeten aanpakken. Ja. Want we weten de wensen van het technisch team. Ja, wij gaan gewoon kijken of het inderdaad haalbaar is om dat in te vullen. Maar je hebt natuurlijk ook nadelen hè, aan echt gras. Klopt. Want nu traint eigenlijk iedereen op dat kunstgras. Precies, dus dat is een voordeel. Ja, dus dat is klopt. Best wel een afweging. Dat is best wel een afweging, maar ik laat me verrassen. Ja. Dus ik heb her en der wel al iets vernomen, maar ik ga lekker het dossier opnemen en gaan we kijken hoe we dat gaan invullen. Maar zie je dat op korte termijn gebeuren, Piet, of niet? Ja. Ja? Ja. Dus het kan zo zijn dat we in het nieuwe seizoen op gewoon grasvoetbal? Nee, dat nog niet. Maar dat er wel iets gaat gebeuren van verandering, dat wel. Oké. Ze zijn niet tevreden over de huidige grasmat, laat zo zeggen. Oké, maar je hebt goede kunstgrasvelden? Ja dat klopt. Volendam heeft nu al een goed kunstgrasveld. Ja. Ik durf ook niet de uitkomst 100% zekerheid zeggen. Nee. Want je moet donders goed weten wat alle voor's en tegen's tegen elkaar. En wat is het beste voor Volendam? Dus dat moet eruit komen zien te kunnen. Ja. En dan moet je met technisch om de tafel. Hey, en verbouwingen? Hoe staat het daarmee? Wij gaan natuurlijk een eigen sportcentrum in het stadion bouwen. Zoals jullie al weten is het museum gesloten. Ja. En daar komt een sportschool voor de spelers. Aangevuld met wat extra fysioruimtes. Ja. Ja, dat wordt mooi. Hey Piet, en dat museum gaat weg. Ja. Ja, zonde? Of was het niet meer rendabel? Nou, het was inderdaad allebei. Het is wel zonde, want het is toch gewoon iets moois en iets prachtigs. Ja. Maar het was inderdaad niet rendabel. Dat was sowieso niet. En deze ruimte wat we nu hopen te creëren, die hopen we wel rendabel te kunnen maken. En dan het museum, wat gewoon hartstikke mooi is, op een plek te vinden wat voor Volendam gewoon veelmaal beter, wat veel meer bezoekers trekt als wat het nu trekt. Dus het is niet verloren? Het is niet verloren, zeker niet. Nee. We slaan het tijdelijk op, als het goed is, in een kerk van Oosthuizen, wat niet gebruikt wordt, of een plaats in Oosthuizen. Okay. En we gaan er een absoluut geschikte plaats voor vinden. Is er misschien niet genoeg reclame voor gemaakt, voor het museum? Want ik zag, als ik op de Julianenweg rij, of weet ik wat, ik zag eigenlijk nooit van FC Volendam Museum of op tv of op radio. Dat kan. Of wat de oorzaak is, dat durf ik echt niet zeggen. Jij. Nee. Dat kan. Nee. Dat durf ik niet te zeggen. Het is gewoon zonde. Dat is een ding wat zeker is, maar het was niet rendabel genoeg in ieder geval. Nee.
Maar nu krijg je alles bij elkaar. Ja. Fysieke trainingen. Ja. Dus dat komt allemaal in het stadion. Ja. Allemaal op één plek. Dus dat wordt super, super professioneel dus voor de spelers. Jullie zitten nu in het Marinepark, hè? We zien nu Body Results, het oude plek van Body Results op het Marinepark, ja. Dus dat huren we nu. Dat is niet echt ideaal, toch? Nee, maar ja, dat... Nee, maar het is een goede oplossing. Ja, maar ik bedoel, dit is natuurlijk veel beter. Dit is veel beter. En wanneer is dat klaar? Als het goed is, zijn ze er afgelopen maandag begonnen met het ontruimen van het museum. Okay. En dat zal eind januari, denk ik, klaar zijn. En dan gaan ze beginnen met het verbouwen. Dus zeker voor het aankomend seizoen. Dus halen jullie daarbij ook nog inspiratie bij andere clubs vandaan? Ja, ik ga eigenlijk niet over die verbouwing. Dus hoe ze dat doen, maar ik heb de tekeningen gezien. Waar ze die inspiratie vandaan hebben, dat weet ik niet. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Ja, precies. Doe jij dat wel eigenlijk? Dat je met andere voorzitters van andere clubs spreekt of zo? Om ervaringen te delen? Nee, deze tekening is ook door technisch gemaakt. Maar ja, we hebben natuurlijk een oud Ajax in ons team zitten. Die natuurlijk donders goed weet hoe ze dat moeten invullen. Ja, maar ik bedoel aan jou als voorzitter. Dat je bijvoorbeeld met andere voorzitters van andere clubs ervaringen deelt of iets in die tijd. Oh ja, ja, zeker. Als je dus bij die clubs komt. En zeker nu bij Jupiler League clubs. Heb je ook nu oud bestuursleden die eigenlijk vragen van hoe hebben jullie dat nou zo snel op de rit gekregen. Daar zijn ze wel nieuwsgierig naar. Ja. Dus het geheim van Smit geeft natuurlijk niet. Maar dat zijn ze wel benieuwd naar. Ze worden nu steeds, in het begin niet, dan liet je met rust. Nu komen ze naast je zitten en gaan ze je allerlei vragen stellen. Ja. Dus dat is wel leuk. Het geheim staat op het veld, toch? Geheim staat op het veld, natuurlijk wel. Ja. Dat heeft niks met bestuurlijk te maken. Maar het is wel hoe je er faciliteert zijn. Ze doen wel benieuwd naar. Ja, ja. Dus maar dat is ons geheim. En dat houden we zo. Want jullie hebben wel grootscheepse veranderingen doorgevoerd. Ja. Ja? Ja. Ook op bestuurlijk niveau dus? Ook op bestuurlijk niveau, maar ook op de plannen wat gewoon technisch wilden. Mm-hmm. Dus een van de plannen is dan natuurlijk een eigen sportschool. Maar de voeding is natuurlijk ook... Het Body Results, er moest gewoon fysiek getraind worden. Er moest nu voeding komen. En dat was een voorwaarde, zeg maar, voor het technisch team. Om te zeggen van ja, dan is een onderdeel van het beter worden van de speler. Dus het professioneel aanpak. Ja. Het geheim van Jan Smit. Kelly, bij jullie is natuurlijk alles geregeld bij Ajax. Ja, daar hoef je niet om nee te komen, niet, toch? Nee, we mogen echt van alle faciliteiten gebruik maken, waar de mannen ook. Dus wij hebben ook een eigen gebouw gekregen, zeg maar. Die is gebouwd en daar hebben we dus nu ook een eigen sportschool in. En die is alleen voor ons. En mocht je dan echt zwaar geblesseerd zijn, je hebt echt andere apparaten nodig, dan met overleg mag je dan gebruik maken van die apparaten die bij de mannen staan. En na iedere training hebben we ook verplicht dat we eten. Okay. Dat is meestal warm, maar je kan ook koud pakken. Ja. Maar het is allemaal gezond. En jullie zien dan ook de spelers van Ajax, want die lopen er ook rond allemaal? Ja, 's ochtends, want zij trainen om dezelfde tijd 's ochtends. Dus ja, met binnenlopen een beetje. Maar met de lunch eten we meestal met jeugdteams. Dus die zitten ook aan een tafel. En meestal met de A1, dus de onder 18 is dat volgens mij. Die zitten ook allemaal rond dat tijdstip aan die tafels. Ja. Ja, mooi. Zijn er bepaalde mannelijke spelers met wie je een goede band hebt? Nee, niet echt. Eigenlijk was Schöne altijd wel geïnteresseerd in hoe het ging bij ons. En Kostas Lamprou, die was ook heel aardig. Ja, die zijn weg. Maar die waren ook wel erg betrokken en die wisten ook echt hoe we dat weekend gespeeld hadden. Want de rest hoef je het niet te vragen. Nee? Oké, dat is wel jammer eigenlijk. Ja. Toch? Ja, dat is wel jammer. Dat jaar daarvoor zijn we dan op trainingskamp geweest en we gingen dan samen met de mannen. We zaten wel in een apart hotel, maar we hadden wel één verplichte avond samen met sponsoren. Mm-hmm. En dan deden we ook een quiz. Dus dan zat je wel met ze, maar dan merk je wel dat ze... zij kennen ons niet natuurlijk. Nee, dus, okay. Dat is wel een beetje raar dan. Maar ik denk dat dat wel goed voor de club is als dat een beetje misschien af en toe wat meer... Samen activiteit. Want ze zijn wel echt, ze zitten dan wel op de toekomst, maar ze zijn wel een beetje afgebakend. Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook voor hen, want ze zijn natuurlijk hartstikke bekend. Dus ja, je wil ook niet al die supporters, je kan niet zomaar bij hun training kijken. En Ten Hag, is die een beetje geïnteresseerd? Die spreek ik eigenlijk ook nooit. Nee.
Nee, dan zie je echt toch wel meer de trainers van Jong. Die zie je eerder dan die van Ajax 1. Mm-hmm. Piet FC Volendam. Kunnen we de Eredivisie aan? Organisatorisch en alles eromheen? Nou ja, daar gaan wij morgen mee starten. Plan van aanpak, Eredivisie. Ja? Ja, morgen. En dan gaan we zaterdag een hele sessie over, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Hoe gaan we dit aanpakken? En hoe ziet dat er dan uit? Ja, we gaan kijken hoe we de stadion kunnen exploiteren. Want we willen een bepaalde bekijken over wat is ons maximale begroting. Wat wij denken wat we kunnen halen in de Eredivisie. Ja. Dus dat is, daar gaan we serieus aanpakken. Ja. We gaan daar een draaiboek voor maken. En we hopen dat het draaiboek ooit een keer nodig is. En het liefst zo snel mogelijk. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Ja, dan kan ik ook eens een keer Eredivisieploeg aankondigen. Maar los van het organisatorische moet je dan toch ook qua spelers of zo kijken? Neem ik aan. Jawel, maar je moet toch volgens mij eerst kijken van hoeveel kun je besteden. Mm-hmm. Voordat je spelers gaat benalen. Dat lijkt me wel. Dat je wel een lijst maakt zeg maar, met spelers die van dit team die eventueel de Eredivisie aan zouden kunnen? Jawel, maar dat is gelukkig. Hebben we daar weer technisch voor, dus dat is heerlijk. Ik ga alleen me bemoeien, inderdaad, hoe kan ik commercie het best, hoe gaan we dat aanpakken? Mm-hmm. Commercieel, hoe gaan we het organisatorisch inderdaad aanpakken? Waar zijn onze tekortkomingen? Waar kunnen we ons verbeteren? Ja. En dat moet je gewoon serieus aanpakken. Want we, ja, her en der, als je Eredivisie gaat spelen, ja, dan moet je er gewoon klaar voor zijn. Want anders dan... Dat wil ik niet op wil niet door de mand heen, zeg maar. Nee, precies. Ja. Maar ik neem aan dat er ook al veel kijkers zijn die eigenlijk niet weten wat jouw achtergrond is. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ik heb een eigen bedrijf gehad, Primex Texas BV. Die heb ik in 1999 opgericht. Mm-hmm. En ik heb dan de mazzel gehad tot een MKB-bedrijf, een investeringsmaatschappij, die mij 3,5 jaar geleden, mij meerdaans aandeel wilde kopen. Dat hebben we gedaan. Die heeft mij teruggevraagd. Dus ik ben voor 3 dagen daar weer directeur geworden. Ik heb gezegd, ik moet wel het gevoel krijgen dat ik het verkocht heb. Mm-hmm. Dus ik ben iedere maandag en vrijdag vrij. Dus daarom waarschijnlijk ook in die hoedanigheid hebben ze mij ook weten te strikken natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus je bent er toch al vrijdag. Dus dat. Maar dat is ook niet erg. Dus dat is ook prima. En dat heb ik gedaan. In hart en nieren ben ik een ondernemer. Maar dat is dus niet te vergelijken, dat heeft Johan Derks wel gelijk in het leiden van de BVO. Dus dat heeft echt in geen enkel vergelijk, behalve inderdaad dat je daar ook met cijfers te maken hebt, dat wel. Mm-hmm. Maar het is gewoon een compleet andere wereld. Compleet andere wereld, dus... Allemaal egootjes? Nou, dat niet, maar wel, ze hebben wel allemaal... ik zat lekker in Wieringenwerf en geen mens had door wat ik aan het doen was. Mm-hmm. Dus ik zat daar lekker rustig. En hier heb natuurlijk iedereen een mening, laat dat duidelijk zijn. Dus als je hier komt, dan natuurlijk als het positief gaat, dan is dat wel lekker natuurlijk. Maar als je 2 keer verliest, dan gaan ze met witte zakdoekjes zwaaien. Dus daar kan je er niks van. Dus dat is voetbal. Voel je ook die druk of ben je daar wel tegen bestand? Nee, daar ben ik tegen bestand. Ja? Ik voel die druk absoluut niet. Nee? Nee. Okay, dat is wel mooi. Nee. Zit dat van nature in je of heb je dat moeten leren? Nee, dat heb ik van nature denk ik. Dus okay. Ik ken het vrij makkelijk naast me liggen. Ik ben ook niet zo'n social media mens. Dus ik krijg lang niet alles mee. Mm-hmm. Dus dat heb ik niet. Okay. Goed, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Maar niet voordat ik mijn gasten hartstikke bedank voor jullie komst. Piet, jij natuurlijk veel succes als voorzitter van FC Volendam. Dankjewel. En Kelly, jij weer op naar het Nederlands elftal, toch? Ja, ik hoop het. Ja, dat zou leuk zijn. Tokio. Zomer. Ja. Dus in ieder geval veel succes jullie. Nick, jij bedankt dat je mijn tafelheer wilde zijn. Graag gedaan. En als je weer eens op wereldreis gaat, dan hoor ik het wel. Ja, geef ik al een seintje. We houden in ieder geval contact. Zeker. Misschien kunnen we dan een keer op locatie. Ja, precies. Ergens in Australië. Ja, dan komen we gewoon daarheen. Dat is nu niet zo handig met al die bosbranden. Nee. Nee. Komen van een andere tijd gewoon even bij jou. Ja, is goed. Nou, doen we dat. Perfect. Dankjewel jij ook dat je mij ondersteunde. Graag gedaan. U gaat nu kijken naar een muzikale afsluiting door 2 topartiesten. Dat is Harme Veerman en Jordi Tuyp. En Harme die zingt een lied van zijn nieuwste cd, You. En deze plaat die heet Mansion on the Hill. En die is ook nog verkrijgbaar bij de desbetreffende boek- en cd-shop. Ik zou zeggen, tot 16 februari met ongetwijfeld weer 3 fantastische gasten. Bedankt voor het kijken en tot dan. I want a mansion on a hill.
sunset from my rocking chair. I wanna hide from the trouble of the city. No yellow cabs, no blocks of flats, but everywhere around me there's life, real life. How can I tell you what I feel? My mind's made up, the mountains call, it's in the air. I wanna hide from the people that go crazy. I wanna see a clear blue sky, and everywhere around me there's life, real life. I say goodbye to my family and friends, they all been good to me. I say feel like a blackbird in a cage with golden bars, I know, but I can fly away. I wanna rise, feel the power of the wind. I'm gliding on the sunbeam. Everywhere around me there's light. Say goodbye to my family and friends, they have been good to me. I say goodbye to the busy world, I write you all, I know that you can cope without me. To me, I say goodbye.